Opwarming van de aarde, CO2-uitstoot, zielige ijsberen. Het zijn alles overstijgende problemen. En als mens denk je soms: ja, natuurlijk ben ik daar tegen of daarvoor. Maar wat kan ik nou in mijn eentje voor een verschil maken? Nou, misschien gaat een vandaag gepubliceerd rapport daarbij helpen. Want je kunt een verschil maken op je bord. We zijn er gek op. En zeker met dit prachtige weer, dan knallen we graag de barbecue aan. En als je dit ziet, dan loopt het water je in de mond. En we zijn er niet uniek in. Met de toenemende welvaart neemt ook de wereldwijde vleesconsumptie toe. De Wereldvoedselorganisatie constateert dat de wereldwijde consumptie van vlees alleen maar verder toeneemt. En Nederland, u en ik, wij doen daar ook aan mee. We eten in Nederland zo'n 38 kilo gemiddeld per persoon per jaar. Rundvlees, kip. Varkensvlees, alles bij elkaar. We eten steeds meer vlees. Bovendien produceren wij in Nederland ook nog eens heel veel vlees. En dat heeft allemaal gevolgen voor het milieu. De vleesindustrie is verantwoordelijk voor 11% van onze CO2-uitstoot. Zo zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit een ranking die vandaag gepubliceerd werd, valt op te maken dat wij als Nederlanders relatief veel CO2 uitstoten. door al dat vlees. We komen op de 24ste plek van 130 onderzochte landen. Nou, dat de productie van vlees zoveel CO2 veroorzaakt, dat zit als volgt. Kijk, een koe moet eten. En niet een beetje. Per kilo vlees eet een koe in haar leven 25 kilo veevoer. Dat voer dat moet ergens vandaan komen. Dat moet groeien. Het heeft water nodig, kunstmest. Allemaal factoren die bijdragen aan die CO2-uitstoot. Nou, om je een idee te geven van alle akkers waarop voedsel wordt verbouwd wereldwijd. Is 75% bedoeld voor veevoer. Dat moet dan van die akkers weer vervoerd worden naar onze boerderijen. Kortom, dat produceren van vlees belast het milieu. Nou, een koe leeft hier veel langer dan een kip. Allebei veroorzaken ze meer CO2-uitstoot dan de productie van al deze groenten. In deze grafiek van Milieu Centraal zie je duidelijk het verschil in CO2-productie per soort voeding. Als we een voorbeeld nemen, daar helemaal bovenaan, daar staan bonen en vegaburgers en insecten. Helemaal onderaan lamsbout, Lammetjes zijn heel klein, dus je hebt veel lam nodig voor een kilo. Runderlapjes en rundergehakt. Als je nou per persoon, per jaar 1 kilo rundvlees zou vervangen door een kilo bonen, dan scheelt dat 33 kilo CO2 die je in je eentje hebt bespaard. Dat is een hele interessante gedachte. Laten we daar eens even op voortborduren. Als je nou helemaal stopt met vlees eten, dan bespaar je als Nederlander per persoon 729 kilo CO2 uitstoot per jaar. Ga je vegan en eet je ook geen eieren en geen zuivel meer, bespaart dat zelfs 850 kilo CO2 per jaar. Dat is een beetje een vertekening van zaken, want je zult natuurlijk wel iets moeten eten. En ook dat kost energie om te produceren en dus ook CO2 uitstoot. We hoeven ook niet allemaal veganist te worden. Laten we het even wat realistischer maken. Stel nou dat je twee dagen per week de vlees en vis op jouw bord gaat vervangen. Dan voorkom jij in je eentje op jaarbasis een CO2-uitstoot van 130 kilo per jaar. Als je bijvoorbeeld de buurvrouw overhaalt om mee te doen, of je huisgenoten, ja, dan ga je een verschil maken. Laten we nou eens kijken wat er gebeurt als alle 15-plussers in Nederland twee dagen per week vegetarisch zouden gaan eten. Twee dagen per week. Besparen we samen 1 miljard kilo CO2-uitstoot per jaar? Aha, twee dagen per week, geen vlees of vis. Eet smakelijk.